Welkom dames en heren bij een nieuwe aflevering van Custom Minecraft Maps. Dus een map van de kijker gaan we spelen. En dit keer is het een map van Basje's fan. En het heet Vincent en de gemene baron. En we spawnen hier in een arena. Ik moet nog even laden. Ik ga hier even op die pleet staan. En ik krijg een zwaard en een pickaxe. Het Vincent, haha, ik ben het, de gemene baron. Ik zal de weg van jou naar je warmhuis eens lekker dwarsbomen. Ik zou zeggen, veel succes. PS, alle monsters werken voor mij. De baron en mijn game mode is gelijk geüpdate. Speel dit met difficulty easy. Speel neem het achter, dat doe ik. Volg altijd de gele wol. Geen blokken breken, speel in survival, dood alle monsters en gebruik DC texture pack. Sta op de pleet achter je voor de basisspullen. Als je doodgaat mag je weer terugvliegen waar je bent gebleven. Nou prima, ik mag dus wel een beetje cheaten door te vliegen, maar eigenlijk niet. Hé hey Vincent, het is redelijk koud hierboven, maar voordat je naar beneden gaat, moet je uitkijken voor de gemene baron. Sta op de pleet achter je, regels ook achter je. Nou, die heb ik al lang gelezen. We gaan verder. We gaan verder kijken. Zo, we gaan nu eens even kijken om ons heen. Prachtig uitzicht trouwens, maar ik moet de gele pijlen volgen. En die pijl wijst naar links. En deze wijst naar die kant. Maar ik weet niet of ik hier naartoe moet. Of ik hier langs de... Ja, ik denk dat ik hier langs dat gele wol, maar dat moet ik blijven volgen. En hier is een pleet. Ik heb een boot gekregen. Drammas! Wat zal ik hier in deze grot eens doen? Ik maak er gewoon een wildwaterbaan van. Pak maar vast je boot in je inventaris. Nou, ik heb de boot gekregen. Ik heb nog een extra bootje. Ik ga de boot even plaatsen. Oh, ik moet wel even hier beginnen natuurlijk. Oh, kom op. Terug. Zwemmen, eend. Plaats de boot. En ik ga erin. Oh, jee. Wow. Oh, shit. Ik word geraakt. Au. Oké, waar gaan we heen? Oh shit. Ik val naar beneden. Ik weet niet of dit goed is. Oh. Oké, ik ben geland. Helemaal veilig. Prima. Goed. Oh, wat? Oh, ik krijg ineens blokken. Ik weet niet of dat nodig is. Dus ik verwijder ze maar gewoon naar mijn inventory. En de bootje ook, want de bootje mag ik eigenlijk niet meer hebben. Zo. Huppakee. Typ even spawn point. / spawn point. Goed dat het even er staat natuurlijk. Zo. Ik heb een spanpoort neergezet. Ik ga... Trammos, je hebt het overleefd. Eens kijken of je deze racebaan naar het volgende stuk ook zal overleven. Daar ben ik eigenlijk wel heel benieuwd naar. Ik ga hem plaatsen hier. Ik klik erop en op de button. En daar gaan we, jongens. Oh, shit. Woehoe! Ik hoop dat we het overleven. Hard gaan. Hashtag hard gaan. Ik vind het wel heel tof gedaan, Basje. Tot nu toe. Oh jee, wat zie ik daar nou? Echt jullie! Woehoe! Dames en heren, dat was niet goed. Laten we het nog eens proberen. Oké, niet aan die bommen zitten. En nu is het kapot. Oh shit, het is hier kapot. Hoe komen we naar de overkant? Ja. Ja, dat is een hele goede vraag. Ik ga gewoon eens even dit doen. Zo. En ik volg gewoon heel stiekem deze baan weer. Zo. En dan plaats ik gewoon weer stiekem mijn minecart hier op de baan. En dan gaan we gewoon rustig weer verder. Er is niks gebeurd. Jullie hebben niks gezien. Sorry Bas. Oh, ik hoor een TNT. Was dat niet een TNT dat ging, moest ontploffen? Oh! Oh! Oké. Dat was gaaf. De baron is heel erg gemeen bezig, heb ik het gevoel. Ik ben gelukkig nog heel. Typ even spawn point. Daar gaan we weer. We hebben een spawn point gezet. We gaan het gele sneeuw. Trommels, je hebt het alweer overleefd. Maar ik zal ervoor zorgen dat jij nooit thuis komt. Want zometeen staat je iets heel leuks te wachten. En dat is een jump map. Oh shit, een jump map. Daar ben ik helemaal niet blij mee, maar het zit er wel in. Oh, daar gaan we. Ik zie hier de gele wol blijven we volgen. We gaan hier naar beneden toe. Even kijken, wat staat hier? Typ even spawn point. Dat ga ik zeker weten doen. Als het water ijs is geworden, mag je ijs weghalen en water plaatsen. Dus als het water ijs is geworden, mag je ijs weghalen en water plaatsen. Oké.
Hier voor je staat een uitdaging voor experts. Ga op de vent staan en je wordt omhoog geschoten. Als je op de knop drukt, land in het kleine plasje water die je kan zien in het plasje water met geel eromheen. Maar die kan je alleen zien vanuit de lucht. Haal je de sprong, dan krijg je iets leuks. Dit doet in creative, anders heb je hem gehaald, moet je in survival. Hè? Doe dit in creative en als je hem hebt gehaald, moet je in survival. Oké, ik moet nu naar creative, vrees ik. En dan moet ik hier opstaan, denk ik. Als het systeem niet werkt, mag je het gele pad verder lopen. Oké, daar gaan we. Wow! Oh. Ik weet niet of dit de bedoeling was, maar ik denk dat je nu omhoog moest gelanceerd worden. En als het goed is, als je dan helemaal hoog kwam, dan had je een geel watertje. En dat zou hier dus moeten zijn. Dus je zou hierin moeten landen eigenlijk. Oké, prima. Dan doen we dat. Ik zet snel mijn game mode weer op 0. Zo, prima. Ga weer in survival. Hier is je verrassing. Spring erin en doe dan F5. Oké, daar komt ie. Moet hij niet... Dit sneeuw moet misschien weg. Wacht even. Oké, en... Plop! Kijk eens. Ik mag... En alles is gelijk aangetrokken. Zie je het bij me? Oh, dat is heel mooi. Top. Wat is er nou, schaap? Je zit de hele tijd te blerren. Ik ben niet bezig met de kosten. Weg jij. Prima. We gaan naar game mode 0 weer. Stap hier alleen op met je boog in je hand. Heb ik een boog? Ik heb helemaal geen boog. Moest ik dat krijgen dan, een boog? Dan moeten we eentje spannen, denk ik. Met een arrow krijgen we. Waar moeten we die arrow schieten dan? Moeten we die ergens naartoe mikken of zo? Oh, ik krijg ook een speciale boog. Ik weet niet waar we dit op moeten richten. Ik neem hem maar gewoon mee, denk ik. En dan komt het hopelijk goed. Ja. Wat staat hier? Typ even spawnpoint. Dat gaan we weer gelijk doen. Even kijken, spawnpoint. Oh jee. Jump boost krijg ik. Oh, dit gaat heerlijk. Dit gaat goed volgens mij. We gaan hier naar onder. En hoe kom ik hier langs dan? Ik denk dat ik dit even moet slopen, denk ik. Ik heb een pickaxe, dus dat is mooi. En hier is een heel redstone systeem. Ik weet niet of ik hier mag komen. En ik weet ook niet of ik iets moet schieten hier. Het ziet er wel naar uit alsof het iets wat ik moet activeren hier zo. Nou, volgens mij heb ik iets verkeerd gedaan. Wat heb ik verkeerd gedaan? Nou, ik heb het redstone even geactiveerd. En je ziet dat dus die bordjes nu zijn omhoog zijn gegaan. En anders kon ik er ook nog overheen, dus dat scheelt wel weer. Nou, we gaan eens verder. Ik denk dat we hier naar beneden moeten. Dat gok ik. Even de weg volgen. We komen hier nu uit. We gaan heel langzaam naar beneden. Er is ook overal sneeuw opgekomen. Dat is wel heel jammer, want dan is het wel lastig om te zien. Maar wat staat hier? En dan nu vechten voor je leven. Als alles dood is, mag je verder over het gele pad. Het staat op easy. Moet ik hierin staan? Oké, prima. Ik dood alles eventjes. Jongens, weg! 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 Kom op! Nee! Oh, shit. Shit. Dan moet ik alles overnieuw doen. Ik kom eraan. Al die monsters doden en al die zilvervisjes. Wat er allemaal ook uitspant. Het is echt veel te veel, die wither. Ik heb gelukkig wel... Dat ik zeg maar... Oh, ze komen naar boven, zie je het? De zombies. Oh! Ik moet even alles netjes vermoorden. Nou, dat is niet zo moeilijk. Ze zijn ook tegen elkaar aan het vechten. Die, zeg maar, die withers met die rare vissen. Ik wil sowieso die withers moet je voor uitkijken. Die wil ik sowieso even doden vanaf hier. En ik denk dat de rest dat we dat wel kunnen vermoorden met... ja. Oh shit, ze gaan er poisons op me gooien, zie je het? Wat een sukkels. Ik vind ze zo erg vervelend. Kom hier! Kom hier jullie! Ik sloop jullie! Ik sloop jullie! Nee, ik ga dood! Nee! Nee, ik wil niet dood! Nee! Vechten! Oh! Jammer dit. En jullie! Oh shit, shit. Oh, het lukt me echt niet. Hoe kom ik hier door? Dit is echt pittig. Die gaan echt niet dood, die withers. Moet je kijken. Zoveel pijlen. Jeetje. Daarom gaan ze zo moeilijk dood. Die zijn gewoon echt volop sterk, die gasten. We volgen het gele pad, zoals je ziet, ging dat hier naartoe. Zo. En we komen uit op hier. Trammels! Trammels! Je hebt me alweer verslagen. Maar ooit zou ik terugkomen en maak ik het lastiger voor je. Nou, in ieder geval, ga maar naar je huisje en kijk maar rond en vind de credits. Oké, daar gaan we. Dit is het huisje. En kijk eens. Oh!
We worden met vuurwerk worden we bedonderd. Kunnen we hierin? Nee. Kijk, hier kwam vuurwerk uit. En wat hebben we nog meer? We hebben hier nog een hendel. Kunnen we die overhalen? Ja, dat is het lampje. En hier zit ook nog iets in. Ook vuurwerk allemaal. Kunnen we dit overhalen? Even kijken hoor. Hier hebben we nog iets. Bedankt voor het spelen van mijn map. Ik hoop dat je hem leuk vond. En tot gauw in Disneycraft. Met vriendelijke groeten Bas Koen, oftewel Basje Fan. Nou, ontzettend gaaf. Je hebt het echt heel leuk in elkaar gezet. En ik, ja. Kijk eens. Allemaal vuurwerk hier. Ik vond het echt heel gaaf gedaan. Je hebt echt moeite ingestoken. En dat is zeker te zien in deze map. Het was echt super leuk. Een leuke avontuur. Heb je ook een map? Dan kan je hem sturen naar mij. Ik heb wel heel graag dat het een beetje een grote map is zoals deze. Dan heb ik wat te doen namelijk. En dan hebben we een lekkere lange aflevering. Dus heb je een leuke map, stuur hem naar vincentbrietjes@gmail.com. Ik ga hem spelen. En dan zie ik de volgende keer terug met een nieuwe custom map van een van jullie kijkers. Doei doei!